De vrolijke kutavond met de vagina en de glansrol. Ik bedenk het niet, maar de vrouwen hier staan te popelen om een avondje te keuvelen over hun vagin. Too groß, too klein, er könnte etwas größer sein. Waarom is het hier vanavond nou zo'n vrolijke kutavond? Nou, omdat we goed nieuws gehoord hebben dat er een nieuw voorboedsmiddel is voor vrouwen. En dat is het vrouwencondoom. Ik kan er bijna mijn hele lunch in doen. Nou, vind ik reuze meevallen. Het is ook een kwestie van wennen. Jij gaat uiteindelijk, heb je dan seks met je vriendin? Mm-hmm. Gaat het dan niet kraken en toestanden? Nee, deze vrouwencondooms zijn niet gemaakt van een materiaal dat kraakt. Dat was het eerste vrouwencondoom in de jaren 90. De frictie is anders, het is warmer, je voelt de warmte van de penis. De wrijving is helemaal anders, het is minder pijnlijk, het schuurt minder, het zakt niet af. Het is, ja... Bijna als een Walhalla. Ja, dat is het wel een beetje, ja. Ik weet dat een stukje plastic een vrouwencondoom is. En ik weet niet hoe het roze maandverband heet, maar dat is uitwasbaar maandverband, heb ik vanavond ook gehoord. Smerig. Valt al mee, toch? Ik was eigenlijk net daarna op weg, want ik ben wel benieuwd. Ik wist eerlijk gezegd niet dat dat hier in Nederland ook verkrijgbaar is, dus dat lijkt me wel leuk. It tastes better than it looks, ja. Smells beautiful, as you expect of a vagina. Moet je niet duurzaam menstrueren? Je moet toch een beetje met iedereen weer meegaan. Ik heb wel biologische, dus ik heb een soort van middenweg. Biologische tampons? Ja, van de Ecoplasma gewoon, ja. Wat is voor jou het voordeel van zo'n vrouwencondoom? Het is voor mij het voordeel dat ik minder snel klaar kom door de vrouwencondoom. Dus normaal kom je heel snel klaar en dan stop je zo'n plastic zak erin en dan kan je het allemaal een beetje tegenhouden. Ja. Ideaal. Ja, dat is wat dat betreft beter. Ik ben de leeftijd al gepasseerd. Ik hoef geen voorboedsmiddel meer te gebruiken.